Wim, kom eens hier. Het begon allemaal zondagochtend vroeg. Jack Woutersen loopt met zijn hond door het Vroezepark in Rotterdam. En dan... Hier riepen ze dus iets waarop ik de stadswacht daar zag. En heb ik hem hier heb ik de hond vastgemaakt. Ja, waarop ik een fout grapje maakte van, oh, de Gestapo. Had ik niet moeten doen. Dat was echt fout van mij. Toen ben ik doorgelopen, ben ik die kant opgelopen. Aangelijnd met mijn hond. Helemaal daar, dat bochtje om, hun achter mij aan. Ik denk dat die achtervolging zeker 20 minuten heeft geduurd. Dus twee man van de stadswacht met zijn uniform die 20 minuten lang mij achtervolgen. En mijn hond, die moet poepen. Geen opruimplicht. Dus had die hoop poep nou op de straat gelegen, had ik hem opgeruimd. Maar hij lag netjes in de bosjes en ik hoef hem officieel, volgens dit bord, hoef ik hem niet op te ruimen. Vervolgens komen wij dus hier bij de parkeerplaatsen uit. Ik denk, ik zeg niks, ik rij gewoon weg. Ze noteren mijn nummerbord maar en ik zie wel, ik krijg een bekeuring of wat dan ook. Ik rij weg, gewoon weg hier ook. Heeft hij iemand anders opgebeld? Mannen met die jas aan, die zetten de weg af. Maar dat doen ze op een manier waarvan je denkt, ik kom er makkelijk langs. Dus ik rij langs hun heen, er staat niemand voor, waarop hun proberen de deur open te doen en zeggen, u moet stoppen. En ik denk, krijg maar een dikke lul, ik rijd door. Dat is er gebeurd. Nou, het is mij niet bekend dat meneer uit de auto getrokken is. Er is op het ruitje getikt en daarop is niet gereageerd en is meneer weggereden. Daardoor is er een gevaarlijke situatie ontstaan. Waardoor een van onze stadswachten weg moest springen om letsel te voorkomen. En daar heeft hij zijn aangifte tegen gedaan. En nu willen ze mij terugpakken, ze willen mij naaien. En daar ben ik zeer, zeer, zeer boos over. En het is zeer kwaadaardig wat ze geflikt hebben om mij zo voor lul te zetten in de Telegraaf. Alsof ik een moord of een doodaanslag wil plegen. Dat wil ik niet. Ik ben tegen geweld. In alle vormen. Ik kan wel heel boos worden, dat wel. En dat ben ik nu, op hun eikels. Ik zeg geen Gestapo, jullie ook niet.